Huizen, de corona neemt iets af. Is er reden tot optimisme of komt het gejuich te vroeg? In de studio Paul Lieversen, voorzitter van Christian Medical Fellowship Nederland. Goedenavond, meneer Lieversen. Goedenavond. Wat zegt u? Reden tot optimisme of... Ja, we snakken allemaal naar heel goed nieuws. Zeker. En dan is dit een lichtpuntje. Mm. Maar tegelijkertijd denk ik ook aan elk van die tientallen personen, want daar gaat het toch weer om, die met gevaar voor hun eigen leven letterlijk, en met de eenzaamheid die op hen afkomt, want familie hebben ze afscheid van moeten nemen, een IC opgereden worden. Dat is toch een drama voor elk van die personen. Ja, ik las zelfs dat er ziekenhuizen zijn die stervenden, dat er ook niemand bij mag. Er zijn hele strenge regels rond die coronabesmetting. Ja. En het heeft zowel te maken met het beschermen van andere patiënten, als ook de personen die op bezoek gaan, dat zij het virus niet meenemen. Ja. Dus inderdaad, vergeleken met thuis, is het in een ziekenhuis voor coronapatiënten extra zwaar door die eenzaamheid. Als je het over coronacrisis en IC-bedden hebt, dat getal 2400... Dat gaat steeds rond in de media. Ja, ja. Focuslond staat te veel op? Eigenlijk wel. Mm. Eigenlijk wel. Ik vind het focus terecht, omdat het namelijk wel een hele kritieke factor is. Maar het is wel een factor in een keten. Ja. Want zowel de thuiszorg, daar werken 250.000 mensen in Nederland in de thuiszorg. De huisartsen die hun praktijk eens een beetje hebben gereorganiseerd om de handen vrij te hebben voor de opvang van coronapatiënten. De ziekenhuizen die hier en daar overlopen. Ja. Daarom dat allerlei opvanghuizen ook nu gestart zijn in Nederland. Mm-hmm. Van Maastricht tot overal. Ja, ja, het is dus overal alle hens aan dek. Ja, u zegt de hele zorgketen heeft het een beetje gemaakt. Het is de hele keten. Zo is het. En kijk niet alleen naar dat bovenlaagje van die IC-bedden. Nee, dat is natuurlijk het spektakel wat het op tv ook iets meer doet. En daarom dat wij er nu ook terecht over praten. Maar tegelijkertijd is het maar één van die schakels. Ja. Gesproken over die druk op artsen, verpleegkundigen, mensen in de zorg. Is die hoog? Die is heel hoog. Ook op die IC. Ja. Met alle hulp, met alle technische hoogstandjes die daar gewoon zijn om gebruik van te maken. Ik heb me voor het laten vertellen dat door mijn contacten, dat nu ook mensen die normaal op de operatiekamer werken of op een verkoevenkamer werken, mm-hmm, die worden nu ingezet op intensive care. Ja. Maar dat is niet niks. Dan moet je opeens toch wat ander werk doen. Ja. Met apparatuur die ook net een tikje anders is. Met mensen die heel erg ziek zijn, waar een aantal ook van overlijden. Mm-hmm. Dat zie je ook dan gebeuren. Dat maakt de druk extra groot. Ook voor het vaste personeel. Want in plaats van dat zij een beperkt aantal patiënten hebben om voor te zorgen, moeten ze nu coaching geven aan nieuwe medewerkers waar ze niet nog de vertrouwdheid mee hebben. Dus het maakt het allemaal extra zwaar. Ja, en zo'n behandeling op de IC doet nogal wat met mensen, begrijp ik. Dat doet heel veel. Het doet heel veel om het gevoel te hebben, het hangt van mij af. Ja. Te merken ook dat je niet in de normale flow kan komen van het werk, zoals het bij de patiëntencategorieën zijn die je gewend bent te behandelen, mm-hmm, met nogal wat overlijdens. Ja. Dat allemaal maakt het werk extra zwaar. Ja. Kunt u schetsen hoe dat gaat op zo'n IC, als je opgenomen wordt met corona? Wat er dan met je gebeurt? Ja, voor de patiënt betekent het op de IC al gauw beademd gaan worden. Ja. Dat betekent bewusteloos gemaakt worden, geïntubeerd, een buisje naar binnen gebracht worden om beademd te worden. De persoon merkt dan dus niks meer eigenlijk wat er gebeurt. Maar de zorg is daarna heel intensief. Ja. Rond de beademing, rond de bloeddrukcontrole, rond zorgen dat het brein goed blijft, rond de zorg dat de nieren goed blijven enzovoorts. En tegelijkertijd wachten. Mm. Wachten of het beter gaat worden. Ja. En dat kan, afhankelijk van basisconditie, afhankelijk van leeftijd, weken op zich wachten. Ja. Als iemand uitkomt. En die weken wachten is ook wel een hele zware periode voor het lichaam. Ofwel iemand, zoals iemand erin komt, in die conditie komt hij er ook niet uit. Mm-hmm. En dat is iets wat we ook als samenleving op af zullen zien komen. Ja. Dat veel mensen een heel revalidatietraject voor zich zullen zien. Dus het traject wat na... Wat daarna zal komen. Zowel de revalidatie in fysieke zin als ook mentaal. Hoe dat werkt wat je hebt meegemaakt. Jij en je familie. Ja, ja. Ik zei net, we focussen op die bedden, 2400. Maar zijn er eigenlijk wel genoeg personeelsleden om al die bedden ook te bemensen? Daar ligt het kritieke punt. Mm. Want inderdaad, het is vrij makkelijk voor een rijk land als Nederland om beademingsmachines aan te laten rukken en allerlei andere spullen te laten aanrukken. Ja. Hoewel zelfs de beschermende maatregelen van jassen, handschoenen enzovoorts is al niet zo simpel. Laat staan voor andere sectoren in de zorg. Maar het is het hoeveelheid personeel wat de echte bottleneck is. Ja. Ja. Want je kunt het uit je eigen ziekenhuis halen, maar op een gegeven moment is dat ook op. En moet je tegelijkertijd, duizenden mensen hebben zich aangeboden. Ja. Maar dat zijn niet mensen die tegelijkertijd op een IC kunnen werken. Nee. Die kunnen wel heel veel ander goed werk doen en het gebeurt ook.
En de hallen hier en daar die klaargemaakt worden, zoals MECC in Maastricht of de Ahoy in Rotterdam, daar worden nu hallen ingericht. Daar zullen zeker mensen welkom kunnen zijn die vroeger gewerkt hebben in de zorg. Heeft u zichzelf ook aangeboden? Want u bent ook oud zorgmedewerker. Ik had me aanvankelijk aangeboden voor even mee te helpen met beademen. Mm-hmm. Dat is het vak wat ik gedaan heb. Later ben ik gaan denken, eigenlijk is mijn vak ook geweest het zorgen voor mensen die niet beter kunnen worden. Want ook de palliatieve zorg, daar is enorm veel extra behoefte aan. En daar speelt ook de noodzaak van hoe om te gaan met, mag familie erbij komen in die laatste levensfase? De zorg van, hebben we genoeg medicijnen om te stillen de nood die er is? Ja, want we praten over de angst die iedereen, u ook en ik ook. We hebben allemaal een collectieve angst voor wat er aan het gebeuren is in onze samenleving. Daarnaast is er ook de benauwdheid die bij een ziek iemand kan komen. Hebben we daar wel de medicijnen voor? Dat zijn de grote zorgpunten. Ja. Er zijn zelfs mensen die, las ik ergens, voor een normale behandeling naar het ziekenhuis zouden moeten, maar dat niet meer doen. Ja. Dat ze niet naar zo'n ziekenhuis willen. Ja, ik ben heel blij dat u dat noemt, want dat is niet nodig. Het is niet nodig, want de ziekenhuizen die met corona-opvang zich bezighouden, die hebben een aparte ingang voor mensen die andere zorg nodig hebben. Dus of het nou een kind is wat naar de kinderarts moet, of iemand die hartklachten heeft, of iemand die klachten heeft die wijzen op een beroerte, ga gewoon naar het ziekenhuis. Het is veilig en je treft de dokters die daarvoor bedoeld zijn. Ja. Als je nou in zo'n risicogroep zit, hè, van ouderen, en je bent bang voor een coronabesmetting, moet je dan met je arts daar al over spreken wat die arts zou moeten doen als het geval daar is? Ik vind het inderdaad niet raar dat zeker nu zo'n crisis om ons heen zit, dat mensen hierover nadenken. En dus ook advies vragen aan hun arts. Wat zou er gebeuren met mij als ik niet gewoon corona krijg en er ziek van ben? En er hopelijk gewoon goed doorheen komen. Dat is geld voor de meeste van ons. Het is niet zo dat iedereen die ziek wordt naar een IC zou moeten of zo. Maar wat zou er gebeuren met mij als het niet goed gaat? Is het dan wel passend, zinnig, om dan nog alsnog naar een ziekenhuis te gaan, laat staan naar een beademingsafdeling te gaan? Ja. Hebben artsen daar wel tijd voor? Daar hebben artsen zeker tijd voor. Ja. En ik denk dat juist een specialist oudergeneeskunde of een huisarts daar het meest voor geëquipeerd is om het gesprek aan te gaan. Ja. En daar ook verstandig in mee kan denken. En daar afspraak over kan maken. Ik durf het aan u te vragen, omdat u zelf een opmerkelijk standpunt heeft ingenomen. Als u zelf corona zou krijgen, laat u zich niet behandelen. Als ik corona krijg als ziekte, de COVID-19 ziekte, dan laat ik me wel degelijk behandelen, maar niet inclusief de beademing op een IC. Want dan denk ik, gezien de leeftijd die ik heb, is dat geen kleinigheid om zo'n beademingssituatie overheen te moeten laten komen. Plus de revalidatie die het vraagt. Maar daarnaast spelen andere aantal factoren. Ik zie zeker ook op tegen de revalidatie die dan zal komen, die afhankelijk van basisconditie echt heel veel maanden tot meer dan een jaar zal vergen. Ja, en daarnaast durf ik ook te zeggen, zeker in deze studio van Family 7, Pasen komt eraan. Ja. De dood is overwonnen. Dus zelfs met het zicht op de dood weet ik dat er leven is. Ja, want u schetst, als je op een IC-afdeling terechtkomt, dat is een hele, en mocht je overlijden, dat is een heftig iets. Dat is voor de persoon die dan op de IC is, daarin kan ik wel mensen geruststellen, die merkt het niet. Nee. Dan is het een dramatisch ziektebeeld voor degene die eromheen staan die het zien. Ja. De persoon in kwestie is dan bewusteloos genoeg gemaakt om dat niet meer te merken. Ja. Dus zou je dan kunnen zeggen dat je in die zin beter thuis kunt blijven om daar waardig, op een waardige manier te overlijden? Ik zou zeggen, denk erover na en bespreek het met de dokter die je vertrouwt. Ja, want dat is uiteindelijk je vertrouwenspersoon en degene die je advies kan geven. Ja, maar het kan ook best zijn dat iemand zegt, dan moet ik juist wel naar een soort opvanghuis gaan waar die palliatieve zorg geboden kan worden. Ja. Het OLVG in Amsterdam heeft nu zo'n palliatieve zorgunit, speciaal voor coronapatiënten, die niet beter zullen worden. En daar zullen er meer van gaan komen. Ja. U zegt, Pasen komt eraan, eind van deze week, Goede Vrijdag en Pasen. Merkt u onder christenen dat de angst voor de dood daardoor minder is? Ja, maar tegelijkertijd, we moeten ons daar ook op durven focussen. Ja. We moeten durven lezen, 1 Korinthe 15. Waar is de prikkel van de dood, zegt Paulus. Ja. We hebben zicht op het eeuwige leven. Ja. En ik denk ook dat juist rond Pasen het goed is om ook bij dat soort zaken stil te staan. Maar ook een predikant die gewend is de Bijbel te lezen en daarover te spreken, ook die heeft te maken met angstige mensen in zijn kerkgemeente. Ook die heeft te maken met een kerkdienst die opeens heel anders qua vorm moet zijn.
We moeten afronden. Dank voor dit gesprek, Paul Lieversen. Graag gedaan. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen beleven we welzijn.